Ik zit op SVO De Dijk. Dat is een leuke speciale basisschool in Druten. De kinderen op onze school zijn tussen de 4 en 13 jaar oud. Ze zitten op de dijk omdat ze sommige dingen moeilijk vinden. En bijvoorbeeld ADHD, dyslexie of autisme hebben. De kinderen op onze school wonen niet allemaal in Druten. Soms wonen ze zo ver weg dat ze ook niet kunnen fietsen. Dan komen ze met de bus of de taxi naar school. Er komen verschillende busjes en taxis. Die rijden langs de dorpen om de kinderen op te halen. Als ik op school kom, mag ik eerst nog even lekker buiten spelen met andere kinderen. Als de bel gaat, gaan we naar binnen. We gaan dan naar onze stamgroep waar we samen de dag beginnen. Als we in de stamgroep de dag geopend hebben, gaan we werken in de leergroep. Dan krijgen we taal, rekenen, lezen of spelling. Ik krijg instructie, werk zelfstandig of samen met andere kinderen. Soms mag ik van de juf kiezen waar ik in mijn werkgroep of aan de computer wil werken. Op de andere school vond ik dingen soms moeilijk. Op de dijk lukte het veel beter, want ik krijg er meer hulp. Ook zitten er minder kinderen in de klas, waardoor de juf me goed kan helpen. Ik vind het fijn dat ik nu ook eens de beste van de klas ben. Als het nodig is, word ik ook nog extra geholpen door een andere juf of meester. Bijvoorbeeld om extra te lezen, te rekenen of te werken aan mijn motoriek. Tussen de middag eten we samen met alle kinderen in de stamgroep. We mogen na de lunch ook buiten spelen. In de middag ga ik gymmen, zwemmen en doen een wereldoriëntatie en de creatieve vakken. Ook werken we in de schoolkas, in een technieklokaal of in de keuken. We gaan steeds meer thematisch werken. Dat vind ik erg leuk. SPO De Dijk is een leuke school. Ik ga er graag naartoe om te leren, te werken en samen te spelen. SPO De Dijk is een topschool.